met mij emotioneel, het raakt me zeer. Je hebt eraan gewerkt. En nu moet je het... En nu moet je gewoon met leden ogen zien hoe iemand de spaak in het wiel steekt, omdat hij dat regeltjes uitvoert. Mierenneuken op microniveau. Nooit was het een probleem, maar nu worden de vrijwilligers gekort voor ieder uurtje dat ze rijden. Het verbod heeft dan ook grote gevolgen voor ze. Ik werd ontslagen bij de Telegraaf, reorganisatie. Ik krijg een hoop vrije tijd. En ik denk, nou, voor de buurtbus werken, dat lijkt me hartstikke leuk. Ja. Maar dat mag niet meer? Maar dat mag niet meer, nee. Nee. Het is, ik mag niet meer meerijden, of ik mag niet meer rijden op de buurtbus. Van het... En waarom niet? Het verhaal is dat we betaald werk verdringen. Nou, doet u dat? Nee, in mijn idee helemaal niet, nee. Nee, nee. Want als u het niet doet? Doet niemand het. Doordat de buslijn zwaar leunt op vrijwilligers met een UWV-uitkering, wordt de hele lijn opgeheven. Dit tot grote teleurstelling van andere vrijwilligers die niets met het UWV te maken hebben. Ik vind het maatschappelijk belangrijk dat ik ook naast me gepensioneerd ben nog iets blijf doen. Vrijwilligerswerk. En dit vond ik heel leuk. Maar dat houdt op? Dat houdt op. Het UWV snapt het probleem, maar streeft er vooral naar het beroep van buschauffeur te beschermen. Het is zo dat wij kijken bij een aanvraag van vrijwilligerswerk of het werk ook betaald wordt. En chauffeurswerk is betaald werk, dus daar kunnen we geen toestemming voor geven. We houden regels aan die landelijk zijn vastgelegd. Maar is het niet wat flauw? Die mensen willen wat goeds doen en die kunnen dan dus niet aan het werk. Ja, nogmaals, als mensen een WW-uitkering hebben, dan zijn er regels en ook plichten waar ze zich aan moeten houden. Nou, het is toch verschrikkelijk. Ik bedoel, ik zie schoolkinderen erin zitten, ik zie er oudere mensen in zitten. Ik hoor de mensen die gaan ermee naar het ZMC in Zaandam, naar het ziekenhuis. Dat is toch politiek van de koude grond, daar is toch niet over nagedacht. Als ieder reëel denkend mens hier... over nadenken, zegt hij toch, dit is absurd wat hier gebeurt. Zaandam en Connection zijn ondertussen in gesprek met het UWV om te kijken of er een oplossing gevonden kan worden. Maar of dat voor Jaap op tijd komt? Vrijwilliger bij de buurtbus moet ik een jaar wachten. Want dan bent u 65? Dan ben ik 65. Dan mag het weer. Ja, dan zou het wel weer mogen. Ja, ja.